Wij gaan verstoppertje spelen. Rond de brug gaan liggen. Ik denk nu dat hij niet kan, dus we zijn gewoon een stukje rennen. Sowieso zit er ergens in die speeltuin. Ja. Het is weer zondag, 4 uur tijd voor een nieuwe video op Lantafanters. Oh. Ben je al lekker aan het spelen? Ja, ik voel me zo vrij als een vogel. We hebben weer een heel spannend idee vandaag bedacht. Maar voordat we dat gaan doen is maar liefst 70% niet geabonneerd nog. Slecht! Ja, hoe kan dat nou? Dus vergeet even niet om gelijk te abonneren. En wil je vaker dit soort video's zien, laat het ook weten. Want wat gaan we doen? Wij gaan lekker ouderwets verstoppertje spelen. Yes! En dat gaan we vandaag spelen op een soort schoolplein, schooltuinachtig iets. Even bijkomen. Het is heel simpel, we krijgen maar liefst 2 minuten lang om te verstoppen. En daarna heeft de zoeker net zo lang de tijd om jou te vinden. En degene met de snelste tijd wint. Ja, die heeft gewonnen. In 300 euro. Nee, dat is nep. Steen, papier, zuig. Nou, jij begint dus met tellen, of niet? Yes! Oké, je hebt 2 minuten. En de tijd gaat nu in. Yo! We hebben een bepaald circuit, hebben we afgesproken, waar we mogen verstoppen, zeg maar. Maar dat loopt dus tot en met hier. En ik loop nu precies op de richting langs, zeg maar, op de rand. En Timo, die is ergens daar. Het wordt even kijken waar ik ga zitten. Plum, plum. Hij zei plum, plum. En nu staat hem Jordi te zoeken. En ik hoorde hem net al een beetje wegrennen, dus ik ga gewoon eventjes... Eerst naar de linkerkant, want hier... Daar zou je verwachten dat je als eerste zou verstoppen. Maar ik ken Jordi natuurlijk. En die denkt dat niet. Die denkt natuurlijk dat ik daar als eerste ga zoeken. Maar dat gaan we dus lekker mooi niet doen. Ik zit achter zo'n elektriciteitshokje of zo. Ik hoop dat ik hier goed zit. Maar genoeg kinderen in de buurt die aandacht proberen te trekken. Dus die kunnen het nog wat eens verhalen. Oké, moet wel opletten. Ik ben al aan het kijken of ik hem kan zien. Hier kan hij dadelijk langs lopen. Jordi, Jordi. We zijn op de vlag! Wauw, ze proberen Timo nu te roepen, want ik zie Timo lopen daar. Als ik die kant op ga, deze kant op zit ik beter. Hij is hier precies achter. Kijk, ik dacht, ik ga gelijk daar ergens in de bosjes verstoppen, maar Jordi zou dat denk ik ook doen. Hou je snoetje op, man! Oh, ik zie hem. Ah nee! Hoe kan dat nou? Je bent out of area. Ja. Ik zat dus hierachter, maar het was nog extra. Ik had een extra handicap, hè? Ja, die kinderen. Vervelende kinderen die aandacht wilden hebben. Die kinderen kwamen ineens naar me toe. Ja, ik hoorde het. Ze zeiden niks. Nou, dat was een snel rondetje, denk ik. Ja, ja. Hoe lang heb ik over gedaan ongeveer? Ongeveer 3. Kijk, heb ik het toch netjes gedaan. Nou, tijd om 2 minuten te gaan tellen dan en dan... wisselen we de rolletjes om, hè? Het tellen duurde gewoon bijna langer dan het zoeken. Oké, ronde 2. De 2 minuten gaan nu in. Oh, doei! Dat vind ik helemaal niet leuk, man. Ik ren gewoon mooi een beetje naar dezelfde plek. Maar hij denkt nou dat ik juist daar ga zitten, omdat hier allemaal kinderen zaten. Maar dat ga ik dus mooi niet doen. Ik ga gewoon onder de brug gaan liggen. Dat zou wel goud zijn als ik hier kan. Oh, niet zo fijn bedoel ik. Ik zit in een brandnetel. Au. Ik denk niet dat hij verwacht dat ik hier zit. 3, 2... Nee. Het spel begint. Oké, eens even kijken. Waar kan hij heen zijn gegaan? Ik heb eigenlijk al een vermoeden. Volgens mij hoorde ik hem ook deze kant op gaan. Welke kant is hij op? Die kant. Top, thanks. Oké, hij is deze kant op gegaan. Dus tijdens het wachten, dit gedoe, eventjes wat memes met jullie bespreken. Jongens. Dikke BMW. Piem. Piem. Zolang er maar shows met de mannen zijn. Nou, hij kan overal zitten hier. Maar waar? Onder de brug misschien. Dit is wel een goede plek namelijk hoor. Onder de brug niet. Oh my god, nooit! Nee! Nooit! Ik dacht, je gaat die kant op, omdat je denkt... Nee. Hier zitten die kinderen. Ik ren er rechtstreeks hier naartoe ook gewoon. Ik moet wel eerlijk toegeven dat jij het nog een keer opnieuw mag verstoppen, want ik kreeg stiekem hulp. Van wie vandaag zeker? Ja, zeker. Pak ze maar. Oké. Is niet goed voor me... conditie, want die is een beetje weg. Oh, oké. Okay. We gaan ronde 3 doen. Je hebt een nieuwe kans. 2 minuten gaan. En nu in. Doei. Oh, ciao. Nou, stil ouwe. Oh, waarom zitten hier allemaal kinderen? Oh ja, ze speelt daar. Nou, Jordi deed net vals spelen door die kinderen. Dus die gaan we waarschijnlijk weer verraden.
Dus ik ga mooi buiten om, in dat paadje, daar naar rechts. Hey. Kijk, ik ben gewoon beroemd. Nee. 3, 2, 1. En we zijn weer begonnen. Waarschijnlijk heb ik wel een idee waar die is. Ik laat me nou niet afleiden door iedereen. Want dat is natuurlijk niet eerlijk in het spel. Welke kant zie je op? Die kant? Top. Die kant hier. En een paadje. En als je daar doorloopt, dan kom je uiteindelijk bij het plekje waar Jordi stond. En zo wil ik hem eigenlijk gewoon achtervolgen. Dat vind ik veel leuker. Hij loopt dadelijk die kant op, waar al de jongens zaten. Die zeggen dan, oh, hij ging hierheen, hij ging hierheen. Maar dat was niet. Maar dat was niet. Waar kan die zitten? Hij kan achter al deze auto's zitten. Ziet er niet naar uit. Onder de brug misschien weer. Leeg en leeg. Deze kant is hier waarschijnlijk niet. Ik denk dat hij namelijk wel aan de andere kant te vinden is dan. Kut, mijn hele plan gaat naar de U. Want Jordi is al weg. En kwam achtervolgen, dus dit wordt weer helemaal kut. Ik denk nu dat die kant is, dan ga ik gewoon een stuk rennen. Daar? Sowieso zit hij ergens in die speeltuin. Ja! Ah, nee! Wat doe je nou? Waarom ga je nou verplaatsen, man? Ja, we zijn net... Ja, hij zit daar, dus ik wil daarheen rennen. Kom jij er ineens aan? Ja, we hebben elkaar gekruist nu. Ik dacht, ik ga mooi er zo omheen. Ja, je bent gewoon echt slecht weer. Mijn arm. Ik ging daarheen rennen. Daar helemaal, ja. Ik dacht van, oh, die kinderen hebben jou geholpen, dus ik ga er gewoon mooi omheen. Ja. Toen kwam ik nog een vrouw langs, hij zei ik even hoi. Hoi. En toen ging ik daar staan. We hebben het schoolplein nu gehad. We zijn goed genoeg verstopt geweest. Het is duidelijk, ik ben een duidelijke winnaar van vandaag. Heb jij nog een super vette locatie in je gedachten? Laat het weten in de comments, ja. Want dan kunnen we dat volgende keer uitvoeren. En wil jij vaker verstoppertje zien, laat het ook weten. Ja, en misschien heb jij wel een heel groot huis. Gewoon een zieke villa of zo. Een villa of iemand die je kent. Kunnen wij erheen. Dames en heren, vergeet even niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie volgende week weer op zondag om 4 uur. Ciao. Ik ga nu wel echt stoppen, want ik ben klaar met jou. Doei. Spring er maar in, ja.